ontbrekende schakel in de geneeskunde. Zo prijst Bruno Santanera zijn biostabiel aan op zijn site en in de niet te vermijden reclamespot die soms op verschillende zenders tegelijkertijd wordt uitgezonden. Er worden duizenden hangertjes per maand gekocht. Voor €120 per stuk. Reken maar uit. De reguliere wetenschap is er heel duidelijk over. De beloftes van Bruno Santanera en zijn biostabiel zijn onzinnig en kloppen niet. Volgens neuroloog uit Den Haag profiteert de Italiaan zelfs van Andermans ellende. Moet je nagaan. Dat is toch verschrikkelijk. Nou, mijn gevoel is een beetje onprettig. Omdat als je gaat richten op mensen die wanhopig zijn, dan tref je dus kwetsbare mensen waar geen goede oplossingen voor zijn. En als je bij die mensen veel gaat beloven, ja, dan ga je denk ik over de schreef. Maar ik beloof niks. Ik heb alleen gezegd dat de biostabiel helpt tegen dus de spanning van de mens. Ik heb nooit iemand die een zware ziekte had, ja, als een kanker of een leukemie, iets had beloofd. Nee, heeft u. En ja, kunt u krijgen. Zijn bedrijfspand in het Hoge Noorden is het mekka van de gelovigen. En zolang Telcel zijn boodschap blijft uitdragen, gaat het Santanera goed. Heel goed. Van de ene dag op de andere dag was het gebeurd. En er ligt bijvoorbeeld een voorraad die onverkoopbaar is, om maar wat te noemen. Dat is het. Doen we dat programma? Ja. Tuurlijk. Ja, dat is gigantisch hoor. Ja. Ja, dat kan je wel best regelen. Ik leef nog allemaal mee. En moet je denken, dat is nu bijna 10 jaar met Trosradar. Ja. Ja. Maar ik ga dus naar bed en ik heb nog, hoe moet ik mij verdedigen, hoe moet ik mij demonstreren? Waarom is het voor mij een kruis geweest, hè? Het is heel zwaar, alles in samen. Ik vond het heel erg voor hem. Ik heb hem onmiddellijk gebeld. Toen zei ik, je moet het je niet aantrekken. De waarheid komt toch wel bovendrijven. Ik ben hier, ik heb al mijn geld geïnvesteerd. Miljoenen, ja. En ik ben nog gecritiseerd. Je zou graag willen weten wat ik heb fout gedaan. Ja, dat ik heb fout gedaan, waarom ik bewaar en mijn brieven daar is mee trots. En zei ze wat ik heb. Ja, nee, maar dat is niet zo. Oh. Dat zie jij niet goed. Ja, dat zou kunnen. Nee, dat zie jij niet goed. Gooi er eens een frisse wind door. Dat doet hij niet. Want hij wil blijven hangen in dat wat hij heeft. Daar heb ik begrip voor. Als hij zich daar goed bij voelt, is dat zijn keuze. Wie ben ik om daartegen in te komen? Maar kom niet weer met die oude brieven en met dit. Gooi het aan de kant, doe het in een kist en laat het daar liggen. Ik zou het niet allemaal neerleggen. Wat moet je met die stoffige rotzooi? Dit zijn de bedankbrieven. Kijk, levenwerk. Prachtig. 30 jaar werk. Die ijdelheid zit hem wel in de weg, want dit is natuurlijk ook van kijk mij eens wat ik allemaal wel gekregen heb. En het doet hem ook iets, dat weet ik ook wel, maar hij wil het ook laten zien. Maar ja, iedereen heeft direct op... Oké, je bent niet om te turnen. Okay. Blijf maar... Bedankt. Ja, mooi. Ik hou toch van jou, lief. Ja, dat weet ik, het is koud. In Amsterdam-Noord had ik dus een carrosseriebedrijf opgebouwd. En had ik daar 30, ook meer mensen, wanneer de drukte groeit die ieder jaar meer. En door de troonrede van haar majesteit de koningin in 1969. Dus gehoord dat moeten dus de Oost-Noord-Kronie moet gestimuleerd met subsidie, etcetera, etcetera. En een dorp, die was een paradijs, Godlinze. Ze zingen de kerktoren en met mij was meteen op dit moment gewoon verliefd. Verliefd? Ja, kan je zo zeggen. Ik heb hier 6,8 miljoen geïnvesteerd, toen in de tijd. Ik heb dus zoveel werk gegeven aan honderden mensen. En voel ik dat de mensen hier hadden iets wat nodig. Voel ik mij belangrijk voor de mensen. Voel ik mij belangrijk voor mijn emotie, voor mij iets wat te realiseren. Zo is het gegaan. Prachtig, hè? Kijk, hier komt hij, de biostabiel.
Die magneet is een neodymium magneet en hij kan tillen tot 20 kilo. Dat weet ik niet. Ja, maar ik wel. Levert nog wat op dit? Ik woonde hier ook toen meneer Santanera hier kwam met het gezin. Meneer Santanera wou eigenlijk het gisteren klaar hebben wat wij vandaag nog moesten beslissen. Dus ja, zo werkt dat niet. Hij kocht alles op, alle woningen. Ja. Zuidelijke temperament. Ja. Ja. In feite zo'n kabouw in Kotlinze past hij helemaal niet. Moet je kijken, zo'n witte kabouw in Kotlinze. Is er gewoon en daar hebben ze wel een beetje gelijk in. Ja, het past niet in het dorp. Ja, dat bedoel ik. Want ik kan er ook niks meer aan doen. Nee, dat, je maar niet het kan. Lijkt nergens dan. Oké, ik ga het verder. Ja. Ja. Oh, die heb je, die staan daar. Oké, alsjeblieft. Ik heb mijn vader ook wel eens vervloekt om naar dat hij naar Gortlenzen ooit is gegaan. En mijn vader dacht met zijn 5 kinderen uit Amsterdam weg te gaan. Want als hij met Italiaanse roots en wij daarop hadden gegroeid, waren we misschien wel vrienden van Holleden. Je weet het nooit. Dat is toch prachtig. Maar als ik het kerkje van Gortlenzen weer zie, dan klopt mijn hart weer en dan denk van ja, het is toch een goede zet geweest. Hier ben je ook een bepaald bijzonder iemand. Als we in Italië waren terecht geweest of in ander land, dan was je gewoon een van de Italianen. Ik was de producent van de Biostabiel. Hè? Ik had 24 mensen aan het werk die de Biostabiel gingen verpakken en dat. Ik werkte 's morgens, ging om 7 uur uit mijn bed en 2 uur erin. We hebben 190.000 stuks bij Telso verkocht. En ja goed, in plaats van 190.000 en trots zijn dat we als land zoiets neer hebben gezet. Wat zoveel succes is opgebouwd, 700.000 gebruikers. Dat het zo op die manier booming wordt en knallen. Maar 2004 is absoluut een hele zwarte periode. Het heeft hem gewoon, ik denk wel 10 jaar van zijn leven gekost. Maar dat hij, zich erbij neerlegt, dat zit gewoon niet in zijn karakter. En dat zal nooit gebeuren. Mijn vader is een Italiaanse Groninger, hij komt van Piemonte. Dat zijn Italiaanse boeren. En dan ben ik iemand, die laat hij niet zo los hoor. Dus, en daarna, ik laat hij niet zo los, is gewoon, ja, is gewoon, mijn Kotlinze is voor mij, ja, mijn kracht. Dus, is mijn geschiedenis in Kotlinze en ik word in Kotlinze begraven. Gezamenlijke opbouw door liefde in Nederland zonder eigen belangen. Dat is toch geweldig, mensen. Kun je geen dorp ter wereld van maken. Daarvoor ben ik ook hier. En daarvoor blijf ik ook hier. Het openbaar parlement. De troos heeft hij gewoon verkift gekooid. Ja, in het volk. En op die manier ben ik voor bepaalde mensen afgestoten. Maar langzaam komt de waarheid naar voren. Dat mijn ontdekking wordt erkend. Wat ik ben te zeker, die moet op mijn graf geschreven worden. Het zijn de woorden dat... Sorry, ik ben even weg, maar ik kom zo terug. Oké, goed.